En daarvoor One Republic en Secret. Ik zie een enorme zak. En chippen. Oh. Nou, oh, dankjewel. Postzak in verband met de brievenbus. Zullen we even? Oh, ja, natuurlijk. Extra weekend. Ja, ja. Brievenbus. Ah, die powerabbering. We hebben hier al gehad dat een enorme lading en post. We hebben een oproep geplaatst eerder deze zomer, waarbij mensen dan even een kaartje stuurden van waar ze ook zijn. Weet je, op vakantie of, ja. Vooral als het leuk is als ze in dit land zijn gebleven. Een vrij nat kaartje kregen we dan. Ja. En we krijgen ze nog steeds. Maar ik vind het zo leuk. Stuur je post, in godsnaam. Ja, en dat kan naar postbus 29.1202 MA in Hilversum. Ik herhaal. Postbus 29.1202 MA in Hilversum. Hilversum. En zet er even bij voor de radio, dan snappen ze het. De radio. Wil jij mijn post doornemen, Paul? Dag. Nee, deze even kijken, hoor. Ik zet altijd zo'n zonnetje erop met de temperatuur erin en zo'n smiley. Maar doe jij dat nog steeds? Dat zeker. Jij stuurt nog steeds post vanuit je vakantieadres. Nou, als ik wel eens wegga, dan doe ik dat wel. Ja? Ja. Ik stuur gewoon een tweet. Ja? Het is hier lekker. Goedemiddag. Ja, weet ik veel. Ja, dat hoeft er helemaal niet. God, en dat heb je niet geautomatiseerd. Dat doe je echt. Goed. Ja, echt? De heren van Extra Weekend. Nou. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat hier goed. Handig. Leuke, natte vakantie. Gadverdamme. Wat een kutzomer, of niet? Gadverdamme. Frederike Stokman, die weet ze wel te schrijven. Ik ben het goed doorgekomen. Afgelopen vrijdag augustus naar Boeskool geweest. Ik weet niet wat het is. Ja, is het Boeskoolhoes. Heb jij er gedraaid? Nee, maar vast wel. Dat is in het oosten, hè? Ja, daar sta ik altijd naar de drive-in shop. Iets van Zigeunische zangers, Henny Thijssen, Jugger Wagner. En nu wordt het erg onduidelijk. Dat was de eerste kaart. Wel een leuke. Dankjewel, Frederike Stokman. Oh ja, trouwens, Chipsma. Ja. We moeten even oefenen. Want staan wij samen, want Michiel gaat helaas wegens gezondheidsreden nog steeds niet mee. Maar we hebben morgenavond een klus in, waar was het ook alweer? In Meer, dat ligt iets onder Maastricht ligt dat. Jezus, leuk. Wat een graftak en rijden ook altijd weer, hè. Stel je niet zo aan, Geert, dat is leuk. Nee, maar Zuid-Limburg, waar we ook staan, het is altijd leuk. Ja, of het is nou Zuid-Limburg of Zeeland, het maakt niet uit. Of het oosten van het land, noorden, het maakt niet uit. Maar we staan daar 3 uur, dus ik stel voor dat jij 1,5 uur lang deze plaat kan draaien. Moet je even oefenen. Dit is nou van mooi te vergeten. Daar gaan we zo meteen verder met Auken. Zie ik er al. En toen is die ene bij de plaat van Bluff. En dat dan 1,5 uur, hè? Als je dit opneemt en gewoon MP3, dan kun je 5 minuten later komen. Precies. Ja, dat is een goede tip. Ja, maar dan ga jij draaien. Dan zit ik backstage met een klein rozeetje on the side. Ja, en 20 fans om je heen. Oh ja, dat is maar daar. Zal ik nog een postballen hier? Ja, oh, ja. Hallo lieve Gerard. En Michiel. Ja. Dat is toch lief. Jullie vroegen ons om eindelijk eens een normaal kaartje. Dus bij deze. Dit noem jij een normaal kaartje. Oh ja. Ben superfan van de show. En hoop dat jullie het nog heel lang volhouden. Kusjes, Suzanne. Suzanne. Oh, @Suzanne994. Dat is haar tweet-account. PS. Ben zwaar 3FM verslaafd sinds Series Request 2010. En toen ik deze kaart kocht, werd Hello van Martin Solveig gedraaid. Als dat geen toeval is. PPS. Als jullie deze kaart op 8 juli ontvangen... Hoe lang heeft dit op je bureau gelegen, Chipsma? 8 juli, het is god. Nee, deze kaart is vanmiddag pas binnengekomen. Waar blijft dat dan hangen al die weken? Dat weet je bij de posten, bij het postsorteringscentrum. Ja, maar een fijn kerstfeest en een leuk 1984. Hij is binnen. Vanmiddag binnengekomen. Om 4:30 kon de meneer van de postkamer binnenlopen. Duidelijk. Maar in ieder geval groeten van Avenhaan de Gaan. Zo lief. Nog meer post? Nou, ik heb een hele mooie hier. Kijk, een prachtig kaartje. Mooi lach. Waar denk je dat dit is? Ik haal het even met mijn vinger voor de plaatsnaam. Een Costa of een Curaçao? Palmbomen zie je. Het is dus Costa del Emmeloord. Oh, nee. Ja. Vergeet niet, we gaan niks boven Emmeloord. Oh, Michiel en Chibbe. Hier het lelijkste kaartje met de groet uit Emmeloord. Een gaarpot van alles en nog wat, volgens Paul Rabbering. Ik kom er vandaan. Hè. Vandaar. Groeten van Elsbeth en Jannie. PS, we willen heel graag bankgast zijn. We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Nee, mail Chibbe en je krijgt antwoord. Ho, ho. Je krijgt altijd antwoord. Binnen 48 uur. Oh, meestal. Okay. Meestal. Ja, het is zo'n automatisch gegenereerd mailtje. Nee, dat weet ik veel. Ik ben nu niet op kantoor. Dan mail ik je wat en dan gelijk antwoord. Nee, maar dat is mijn Paul Rabbering spamfilter. Leuk hoor.
Leuk dat je mailt. Ik zal kijken... Leuk voor je kan doen als ik terug ben op kantoor. Dus dat is dubbel zo erg. Nou goed, ik heb nog een kaartje met erop geen belletje, geen fax, maar een kameel uit Hoofddorp met een kameel op de voorkant. Dat is een kaart voor jou, Chibbe. Twee bulten, jongen. Ja, toch even mini van. Nou, Gerard Chibbe. Geweldig, een mooie rondborstige vrouwen rondlopen in Hoofddorp. Heb ik gekozen voor deze kaart. Groetjes Mirjam. PS, begrijp niet waarom Chibbe nog vrijgezel is. Mag ik daar een lachzalf op? Chibbe, jongen, kijk dan. Deze kameel wil je. En hoe heet die kameel? Camilla. Nou, ik wil graag met Camilla daten. Hij komt naar je toe. Nog meer post? Nee, maar nog wel een tweet die binnenkomt. Dat meer is het mooiste plaatsje in Limburg. Diep in de mooie Limburgse heuvels wordt er... Dan gaan we morgen wat eerder gaan we er ook eten. Ja, nou, dat lijkt me leuk. Ik heb er nog even een groeten uit Heino. Dat is ook een mooi plaatsje hoor, Heino. Bij Zwolle. Dat weet je dat goed? Nou nee, ik heb daar op studentenkamp gezeten. Echt waar? Ja. Met die bril? Nee. Maar dat zonder nog. Die bril had ik toen nog niet. Hallo Gerard, Michieltje en niemand anders. Wat Cindy kan uit Eibergen, dat kan ik ook. Vanuit het prachtige Heino. Kom eens langs in ons mooie dorp. Nog een mooie uitzending. We zien hem wel op tv. Groetjes Gerwin en Jessica. Ik zal hem even laten zien op tv. 101. Nou leuk, was dit het? Ja, dit was het. Ja. Even kijken hoor. Ja, ik heb er nog wel één, maar er valt echt niks zinnigs van te zeggen. Het is zo'n lastige... Past ook goed mooi bij de show op zich. Maar waar komt het kaartje vandaan? Groeten uit? Uit Mallorca. Verklaarde het Mallorca. Wat staat erop? Is dat leuk? Ja, nou ja, de boulevard en een maan. Mooi hoor. Dat is wel net leuk. Misschien is het jouw Spaans is wel goed, toch? Ik doe mijn best. Zal ik hem even... Oh. Ik geef het gewoon aan je door. Nee, ik kan niet lezen. Bezoek ook onze website. 3fm.nl/extraweekend. Of stuur een briefkaartje aan Gerard en Michiel. Postbus 29-30 1202 Marinus Anton te Hilversum. Hilversum is heel belangrijk. Het staat ook overal op, hè? Hilversum. Ja. Oh nee, hier niet. Wij zetten gewoon bij je voor de radio. Nee, hier ook niet. Nee, jammer. Ik heb hier eentje dus. Ja, oké. Okay. Tot toeval zijn dan. Het adres is na te lezen op 3fm.nl/extraweekend. En wat peper in de reet. Zo. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Maggie. Goed zo. Nu moeten we vol praten. Ja, ja. Looking like someone broke me that wanted to unplug me. No one, she is on trial.